Solomon. En voor de volledigheid, ja, hij werkt hier nog steeds. Hij doet gewoon nog wat. Maar hij studeert nu op piano bij de muziekschool. Tijd voor een zangeres, dames en heren. Een zangeres waar anekdotes zijn altijd leuk. Ik gaf haar net een hand. Tenminste, ik wilde haar een hand geven. Zij stond daar, ik stond hier. Toen zei ze, nee. Ik zei, waarom? Want je weet het niet, voor hetzelfde geld. Mag je geen hand geven? De drempel, zegt ze, de drempel. Want ik stond hier, hier had je de drempel, en zij stond aan de andere kant van de drempel. En over de drempel heen mag je geen hand geven. Zeggen ze in de Oekraïne. Dus ik stapte over die drempel en gaf haar alsnog een hand. En toen gaf ze mij ook haar achternaam. Maar dat doet ze vaker hoor, daar hoef je niet per se voor over een drempel te stappen. En haar achternaam was best wel een beetje ingewikkeld. En daarom was het misschien dat de man in de krant had gezegd, ze heet Elena Mezzo. Maar Mezzo is niet haar achternaam, zei ze, Mezzo Sopraan. Maar ik kan me voorstellen dat je die vergissing maakt. Hij kon er niet jong, heet ze. Maar de aria die ze gaat zingen, ik vroeg haar, is dat een dramatische aria? Ja, gelukkig. De mooiste aria's zijn dramatische aria's. Het gaat over iemand die verliefd is op wie een meisje vaak, een vrouw, verliefd op man. En man wordt door familieleden vermoord. Dat is toch een prachtig drama. Verder is geschreven, La Forza del Destino heet het. Het speelt zich niet af in Almelo, maar wordt wel gezongen door Elena Kobanichuk. Oh!
Ja, konden wij maar zo mooi zingen.